Vorige weken kwam wenszorgcentrum Vosward uit Verwert nogal raar in het nijs. Bijna 60 familieleden hien hun bezwieren tegen het bestuur, omdat ze het net eens wien over hoe het zorgcentrum omgie met de besiekersregeling. Wij zijn inderdaad vreemd in het nijs komen, naar aanleiding van een brief die ons bestuurder ontvangen had. Ik ben heel eerlijk, dat had mij us als verpleegkundigen en ik alle medewerkers behoorlijk wat dingen. Het is correct in de weken naar boeten gebracht dat wij bezig zijn om de bezoekregeling uit te vouwen. En dan krijg je dit oor je hinnen. Ja, dat is heel erg lastig. Maar hoe lastig is het nou om zoiets goed te organiseren? Dat is heel erg lastig. We proberen de regels te volgen van het RIVM. En dus ook van ons bestuurder, van het MT. Daar willen wij als coördinerende verpleegkundigen in belutsen. Dus wekelijks zitten wij ook bij elkaar om te bedenken hoe we het de weken daarna weer graag gaan willen. Dat lezen we ook voor het weekend weer deel, zodat het maandag besprutsen werken en het op tijd ook weer uitvouwd werken. En wij elke week een nieuwe stappen zetten kunnen. Er worden dus elke week een nieuwe stappen zet. Maar hoe zit het op dit stuit met de besiekersregeling? Op dit moment kunnen de bezoekers een jaloer op afspraak komen. Dat vergt heel veel coördinatie, want er moet een coördineerde verpleegkundige bijwijzen om de intake te doen. Mensen moeten hellen en bracht worden. Na de tijd was nog even een gesprekje met de bewender voeren. Nou, ook deze week hebben de mensen nog een jaloer bezoektijd en vanaf na een week gaan we dat uitbreiden naar een uur per week. De meesten in verpleeghuizen mochten natuurlijk eerst geen visite ontvangen. Dat had wel impact op de bewoners. Al impact op meesten dat je van iedere dag op oren besluiten dat het huis dicht moet. Meesten hebben net meer de kans gekregen om nog even langs te komen. Dezelfde dag nog wel, daarna net meer. Dus moesten dus bewoners het doen met het personeel, met ons, met de medewerkers. En ik moet zeggen, hun inzet had optimaal geweest. Toen de verpleeghuis sluiten was, kreeg het personeel natuurlijk een prutte extra taken erbij. Ze brengen inmiddels de koffie en de thee rond, ze delen de was uit. Ze zijn een hele prutte meidenbewenner. Ze on het gymnastiekje op de gang. Bingo op de gang met zo'n dwam. Maar ook gewoon in hele lietse groepjes boeten koffie drinken. Of op de gang een koffie drinken. Gewoon een gesprekje voeren, meisje dan. Van hoe gaat het nou? Wat ze een hele prutte dag is, gewoon bijhouden. Hey, maar welke mensen gaan we nou naar boeten? Zodat ze toch elke dag een oormaai nemen. Kennen eens in de binnentuin een blok met de bewenners om. En dan eten ze even een ijsje boeten. Of gewoon een gesprek. Dat doen ze er al hier extra bij. De ludiekste acties ontstaan. En Mali en Fralië werken heel hard om dat op een fantastische manier deel te zetten.